Als je af en toe gewoon gaat lachen om niks, dan word je gelukkiger. Dat zeggen de bedenkers van de Wereldlachdag, die vandaag in veel landen wordt gevierd. Ook in Nederland deden mensen mee en wij stuurden onze vrolijke verslaggever Nick erop af. Ja? Kan niet? Ja? Het regent al de hele dag een beetje, het is koud, ik moest vroeg mijn bed uit. En dan moet ik hier dus kinderen gaan staan interviewen over lachen. Maar volgens mij valt er helemaal niks te lachen. Een groep goed lachse mensen doet vandaag mee aan een speciale lachles in een grote loods in Amsterdam. Ook kinderen zijn er met hun ouders naartoe gekomen om mee te lachen. Ik ben hier vandaag omdat mijn moeder ook een lachyoga docent is. En het leek haar leuk om naar een Wereldlachdag te gaan. Hoe vind je het? Ik vind het wel grappig, maar het is soms wel een beetje dat je gaat schamen voor wat er gebeurt, vind ik. Een beetje raar. Omdat ze zeg maar uit het niets lachen. Mijn moeder zit ook zelf op lachyoga. En het is ook gewoon heel gezellig. Gelukkig worden door vaker te lachen. Ook als er niets te lachen valt. En ieder jaar een Wereldlachdag houden. Het is allemaal bedacht door een lachprofessor uit India, Madame Kataria. In filmpjes op internet vertelt hij hierover. You must be wondering why I'm laughing. Actually, I'm laughing for no reason. In heel veel landen zijn mensen het met deze man eens en zijn ze lachlessen gaan geven, zoals de Indiase professor ze al jaren geeft. Ook in Nederland worden zulke lessen gegeven, door Wil Hendricks bijvoorbeeld, die mensen leert om te lachen om niks. Het lijkt me toch een beetje raar voelen om dat zomaar te doen. Ja, maar dat is met alles zo voor mensen. Alles is een beetje raar in het begin. In het begin denk je ook van, hey, zomaar lopen, zomaar fietsen, dat is toch raar, dat kan ik toch niet zomaar? Maar alles kan je leren. Maar wat vinden kinderen nou van het lachen om niks? Ja, dat vind ik wel meestal wel leuk, want ik heb het zelf ook wel eens. Ja, dat je nergens om lacht. Ja. Nee, het is leuk als je om een grapje lacht. Maar als het helpt, dan moeten ze het lekker doen, maar ik zou het niet doen als andere mensen erbij staan, want dan sta je een beetje verpaald, denk ik. Nou, het was soms best grappig, maar echt vrolijk ben ik er niet van geworden van Wereldlachdag. Misschien helpt het als ik de cameraman ga kietelen. Dat is leuk, hè? Ja. Nou, dat helpt. Ik vond het echt. Ik vond het zo'n grappig filmpje. En dan gaan we nu naar het weer.